muur in af, helaas leeg. Ja, weer een mondkapje. Vandaag staat alles in het teken van heel Holland schoon. Almelo doet daar ook aan mee. Ik sta hier bij het echtpaar Superts en die gaan vandaag ook op stap. Waarom doen jullie mee aan deze actie? Nou, dat wij dat gewoon heel belangrijk vinden. Je ziet steeds meer zwerfvuil op straat. Nou heb je de mondkapjes en nou ja, die kun je echt achter elkaar oprapen. Dus het is eigenlijk onbegrijpelijk dat mensen dat zo van zich afgooien. En dat doen ze met heel veel dingen. Dus ja, een beetje bewustwording. En dan denk ik, ja, daar moeten we allemaal aan meewerken. En wat denken jullie vandaag zoal naast mondkapjes aan te treffen? Blikjes, plastic flesjes, papier, stukjes plastic. Ja, eigenlijk alles wat je eigenlijk normaal in een prullenbak gooit, ligt op straat. Soms hele zakken, het is alsof ze daar hun vuilniszakje leeg hebben gegooid. Jammer is dat, hè? Ik vind het ontzettend jammer. Ja. Ja, en wat hebben jullie gekregen van de gemeente om op stap te kunnen gaan? Nou, we hebben 2 plastic zakken. Ik zou eigenlijk zeggen van liever houden we ze leeg. Dat zou een heel goed teken zijn, maar ik denk niet dat dat gaat lukken. En een grijpertje, een handschoenen, want ja, je weet toch niet wat je allemaal tegenkomt. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk een veiligheidshesje. En ja, een kaartje om het eventueel naar Almelose stortplaats te brengen. Heel erg bedankt voor deze bijdrage en ik hoop dat jullie ja, wel iets vinden, maar liever niet te veel. Nou, dat vind ik ook. Ja, heel Holland schoon. Daar doet Almelo ook aan mee. Ja, wat betekent dat, heel Almelo schoonhouden? Ja, nou ja, het is een actie. Hè? En, het heet de Landelijke Opschoondag vandaag. En dat is dan 1 keer per jaar waarbij echt ja, heel Almelo erop uittrekt om Almelo schoon te maken. Er is ook nog een tweede moment in het jaar, de World Cleanup Day. Nou, dat is in september. Heb je nog zo'n moment om met een hele grote groep mensen gewoon als een soort oranje golf door Almelo heen te gaan om alles op te ruimen. Nou, het is fantastisch dat dat gebeurt. We zijn vandaag met ruim 400 mensen op pad. En gisteren al ruim 300 scholieren, jongeren vanuit basisscholen en BSO's. Die ook flink hebben huisgehouden om Almelo schoon te krijgen. Nou, fantastisch. Ja, en ik heb begrepen, die grijpers mogen ze houden. Ja, dat is wel een beetje een verwachtingspatroon zit erachter, toch? Ja, natuurlijk. Ja, want kijk, je kan het eenmalig doen, maar hoe mooi is het nou als je gewoon lekker een ommetje maakt en erop uittrekt om dan die grijper weer eventjes uit je schuur te pakken. En dan tasje mee en dan de rotzooi opruimen. Ja, het is fantastisch als dat gebeurt. En we zien dat dat ook daadwerkelijk de praktijk is. Want er zijn ook mensen die zeggen, ik heb me niet aangemeld. Hoe moet dat nou? Nou, dat is helemaal niet erg, want die hadden al een grijper. En die gaan gewoon lekker vandaag ook op pad. Heel erg mooi. En ik hoop dat en Almelo, maar ook eigenlijk de hele wereld een stukje schoner wordt. Precies. Laten we het met elkaar hopen.